Ja, dat is wel een keer lekker, hè? Zo gebakken kwarteltje. En dan gaan eigenlijk de raapjes de aardappelen vervangen. En een heel lekkere, zo wat zuurige compot van boskoop. We beginnen met de raapjes, want die ga ik al in de oven steken. Om zo, ik ga ze niet stomen, maar gewoon bakken in de oven. En nu is echt het seizoen van de raapjes. En je kunt, als je wat geluk hebt, als je een goede winkelier hebt, kun je zo verschillende soorten raapjes op de kop tikken. Want dat is zo de raapjes dat we kennen van Sinterklaas. Hè, als die langskomt, die hebben we een tijdje geleden ook gezien. Hè. De gewone witte met zo de paarse bovenkant. Maar je hebt ook de roze, oranje, gele. Echt supermooie kleuren allemaal. En eigenlijk gaan die niet zo verschillen van smaak, maar wel van kleur. Je zult dat zien. Vanaf dat je die begint te schillen. Dus dat is de gewone raap. Die kennen we. Die is die wit van binnen. Voilà, dus gewoon alles eraf. En dan snijd je die in twee en dan nog eens in twee en ieder stukje nog eens in twee. Dan hoeven die ook niet te lang in de oven, hè. Dan neem je maar een ovenschaal of zo een potje. Ideaal. En die mogen daar allemaal zo geschild en gesneden in. Een van de bijwerkingen van raap is wel dat je er een klein beetje winderig van wordt. Dus ja, maar super lekker, hè. Ik vind raapjes heel, heel lekker. Niet te veel van aantrekken van al die neveneffecten. Kruiden met peper. En we gaan de shallot niet aanbakken in de boter, maar dat wil daarom niet zeggen dat hem er niet bij mag. Hè. En dat is geen shallot, hè. Dat is een ajuintje. Mag ook, hè. En je snijdt hem maar in dezelfde vorm. Dus als je dat zo snijdt, zo, dan heeft ook je ajuin zo min of meer zo die langwerpige vorm. Voilà. Een beetje olijfolie. Zojuist voordat alle groentjes mooi zouden blinken. Eén eetlepel en dan een keer opschudden. Dat die olijfolie mooi verdeeld is over alle groenten. En nu ga ik daar een klein beetje water over sprenkelen. Omdat dat zo nogal droog is. Hè? En als je daar een beetje water op sprenkelt, dan helpt je zo je raapjes gaar te worden. En dan mag de oven in. 200 graden, een twintigtal minuutjes. Jepla. Oké, dan kunnen we het vlees van, ons gerecht aanpakken. En dat zijn kwartels. Hè. Kijk, dat bestaat uit drie delen. 1, 2, 3. Wel dat fijnste. Allee, echt zo, dat is vel over benen. Daar is niks aan. Dat mag eraf. En dan gaan we al die pluimpjes daar afbranden. Want dat is ja, helemaal niet tof als je aan het eten bent, dat daar nog zo pluimpjes aan hangen. En dat kun je met zo'n bunsenbrandertje of dat kun je ook boven je vuur. En een kwartel, ja, dat wordt eigenlijk gekweekt. Hè. Dat kun je gans het jaar door eten. En dat maakt ook dat dat geen duur ingrediënt is. En met één zo'n kwarteltje, ja, daar heb je nu ook niet mee gegeten. Hè. Dus twee kwartels de man, dat mag wel. Hè. Voilà, ik leg ze allemaal daarop. En, tatala, ik heb al een keer... Ja, alles wordt gebrand. Hè. Dat kan kip zijn of fazant. En je ziet, je gebruikt dan telkens dezelfde kant. Dan moet je niks wegsmijten. Vooral aan de pootjes. Je gaat maar overal een keer over met dat vlammetje. Je ziet, dat wordt dan ook eigenlijk toch al veel smakelijker. Het is niet dat je dat gaat bakken, maar ja, het is gewoon beter. Alle pluimpjes weg. En die geur, dat doet mij echt... Dat is echt nostalgie, hè. Want mijn grootmoeder, die had veel duiven. Ja, die dat dan
minder goed vliegen. Die vliegen de pot in, hè. Zo was dat vroeger. Ik heb ze een keer allemaal laten vliegen. De goeie. Content dat ze was. Wat dat zo zielig. Zo. Die zijn klaar om te bakken. Eerst nog eens aankruiden. Met peper. Ik ga ook al een beetje olie in mijn pot doen. Voilà. Aankruiden met peper. En dan gewoon aankleuren. In de brassière. Want dit heet een brassière. Een grote, platte braadschaal met twee handvaten. Dan gaan we zo elke borstkant gaan aankleuren. Dus niet de rug, maar zo twee keer. Dus eerst langs de, wat is dat dan? Rechterkant, mijn rechterkant. Juist gepast. Voilà, zo ene kant. En als ze mooi gekleurd zijn, de andere kant. Hè. Dat is een beetje vechten voor plaats hier. Hè. De pot. En als de andere kant aangekleurd is, dan leggen we ze op hun rug. Voilà. Die laat je maar 5 minuutjes bakken onder gesloten deksel. Voilà. Dan gaan we de appels schillen voor de compot te maken. En de lekkerste compot is van boskoopappels. Dat is zo echt lekker zuurig. Ik mag dat wel, hè. En om een lekkere compot te maken, moet daar geen boter bij. Als je echt een goed basisproduct hebt, moet je niet alles gaan toevoegen. En vandaag is dat het concept. Hè. Less is more. Dus gewoon appel. We gaan daar niks aan toevoegen, tenzij een klein beetje water. Juist om eigenlijk niet te maken dat het gaat aanbranden. Hè. Dus een klein liksje water. Ik zou zeggen 4 eetlepels. En dan gewoon schillen. Hè. Eigenlijk doen we dat al rap een keer. Hè. Zo'n beetje suiker toevoegen. Maar hier is dat echt niet nodig. Zo, een lekkere, zuurige compot. Deksel erop, dat is wel belangrijk. Dat dat mooi kan, allee, dat zich mooi verspreidt, de warmte. Oeps. En dat heeft niet lang nodig, hè. 7-8 minuutjes en dat is klaar. We gaan de kwartels afgieten. Want tijdens het bakken hebben die ook hun eigen vet is gesmolten, zie je? En dat willen we weg. Dat kan niet in onze saus gaan, hè. Kijk, op een klein kiertje zetten, zoals dat je zou aardappelen afgieten. Hè. Voilà. Weer op zijn plaats liggen. Al het vet is weg en dan kunnen we gaan blussen met magere kalfsvol. Dat is echt blussen, hè. En dan kunnen die zo nog verder garen. Dat zal gelijk met de compot klaar zijn, eigenlijk. Dat is niet groot, hè, zo'n beestje. Hup, deksel erop. En ik ga een keer in de oven toch de raapjes zo een keer opschudden. Want dat zonder deksel... Wauw, dat ruikt dan lekker. En je ziet, dat is al mooi confijt, hè. Op. Jam. Jopla. Oké. Wat heb ik dan nog graag? We hebben ons kwartel, we hebben lekkere compot, we hebben onze raapjes, dat eigenlijk zo een beetje de aardappelen zijn. Wel, ik heb daar graag nog zo, als ik heel eerlijk moet zijn, graag nog zo sla met mayonaise bij. De sla gaan we doen, de mayonaise niet. En frisésla, dat is wel lekker.
eigenlijk, om gemakkelijk te zijn, moet je zo dat poepengatje eigenlijk uitsnijden. Dus alles schoon bij elkaar. En dan zo rondom rond gaan uitsnijden. En dan hangen al die bladjes los. Voilà. Een keer spoelen. En dan uitzwieren. Hè. En je hebt ervoor te trekken en je hebt ervoor te draaien. Voilà. Het is eigenlijk ook heel decoratief, hè? Zo frisésla. Als je zo kleine plukjes trekt, dat is eigenlijk ook perfect te gebruiken als een kruid om als versiering aan te brengen. Een beetje peper op. En we zijn op het einde, hè? Anders zou ik dat nu niet doen. Peper. Olijfolie. En een klein beetje azijn. Dat mag ook citroen zijn. Want de vinaigrette moet je altijd op het laatste doen. Want pjoe, dat zakt in door de zuurtegraad. Hè. Voilà. Dan kunnen we gaan dresseren. Hè. Voilà. Raapjes uit de oven. Miam, miam. Dat ziet er fantastisch uit, hè. Een bord erbij, groot genoeg. En dan zo'n kwartelke. Ja, daar heb je wel wat peuzelwerk aan, dus het is wel plezant dat je wat plaats hebt op je bord. Hoe zit dat hier met jullie? Fantastisch, hè? Kwartel. En dan de kompot. Je kunt die zo een beetje in stukken laten, maar dat is helemaal gaar. Dus als je daar even met je klopper zo... Kijk. Dan zijn de stukken weg. Je mag de stukken er ook in laten. Hè. Maar die is zodanig gaar dat dat wel gaat. Voilà. Een beetje raapjes erbij. Opgepast, want het potje... warm. En dat heeft toch nog een beetje zijn kleur behouden. Hè. Ziet er toch super smakelijk uit. En zo een beetje frisésla. Dat maakt het toch af. Hè. Voilà. Als je daar niet mee gegeten hebt. 2 kwartels, een lekkere kompot, raapjes en frisésla voor 4 euro. 24 cent, ja, dan weet ik het niet. Hè. We zijn heel goed begonnen hè, in onze gezonde week. En nog eens goedkoop ook. vtmkoken.be staat het volledige recept van de kwarteltjes. En morgen zijn het lumpia's, maar niet in het frituur gebakken. Kijken, bye bye. Da 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 da.